Het is weer zover. Een nieuw seizoen van Emily in Paris is afgelopen week begonnen. Iedereen zit weer op het puntje van zijn stoel, want gaan we eindelijk erachter komen of we dit seizoen een baby gaan zien? Of Emily en Gabriel bij elkaar komen? En hoe zit het eigenlijk met Elfie? Maar naast al deze verhaallijnen kijken we ook altijd uit naar alle geweldige kleding, mode en accessoires van de serie. En dit seizoen speelt een Nederlands merk een glansrol in de stijl van de personages. Het merk Atelier steelt namelijk de show en daar mogen we als Nederlanders best trots op zijn. Maar wat is het precies? Het merk Atelier is opgericht door de Nederlandse influencer en ondernemer Yara Michels samen met haar vriend Jordi Kastelein. Toen ze ontdekten dat hun product te zien was in de serie, waren ze dolblij en dat is begrijpelijk. De serie heeft namelijk een enorme invloed op mode en accessoires wereldwijd. En het is dan ook een grote eer om daarin vertegenwoordigd te zijn. Waar is het te zien en wat is het? Atelier is een telefoonhoesjesmerk. En in seizoen 4 van Emily in Paris is het Atelier telefoonkoord met imitatieparels te zien aan de arm van Mindy, gespeeld door Ashley Park. Mindy is de beste vriendin van Emily, het hoofdpersonage in de serie en staat bekend om haar opvallende en trendy stijl. Het telefoonkoord is niet alleen modieus, maar ook praktisch, iets waar veel kijkers waarschijnlijk meteen verliefd op zijn geworden. Het koord is eenvoudig aan een atelier telefoonhoesje te klikken en maakt het mogelijk je telefoon gemakkelijk mee te nemen zonder deze voortdurend in je hand of tas te hoeven houden. Dit handige accessoire is in de serie een duidelijke styling hack van Mindy die veel kijkers waarschijnlijk willen overnemen. Sinds het atelier telefoonkoord in de serie te zien is, zijn de verkopen door het dak gegaan. Iedereen wil het hebben. Dit succes laat zien hoe groot de invloed van de serie is. Maar Atelier is niet het enige Nederlandse merk dat een plekje heeft weten te veroveren in de wereld van Emily in Paris. In eerdere seizoenen hebben we bijvoorbeeld al een set oorbellen van het Nederlandse merk Tar Willoughby voorbij zien komen. Deze werden gedragen door een dame die in een scène met Mindy sprak tijdens een evenement. De opvallende oranje oorbellen met een populaire smiley design waren een echte eyecatcher. Daarnaast is ook het Nederlandse horlogemerk Rosefield in de serie vertegenwoordigd. In een scène schittert een horloge van dit merk om de pols van Madeleine, gespeeld door Kate Walsh. Madeleine, de iconische baas van Emily, draagt het horloge tijdens de show van ontwerper Gregory in Versailles. De aanwezigheid van deze Nederlandse merken in Emily in Paris benadrukt hoe belangrijk mode en accessoires zijn in het vertellen van een verhaal. In deze serie is de mode bijna net zo belangrijk als de plot zelf. De kleding en accessoires die de personages dragen zijn zorgvuldig uitgekozen om hun karakter en persoonlijkheid te benadrukken. Dit maakt de serie niet alleen leuk om naar te kijken, maar ook een bron van inspiratie. And we love it!